Goedenavond, het nieuws van zaterdag 30 april, Koninginnedag. Hoogtepunt, een onverwachte wandeling door de Jordaan. Premier geeft de koningin het nationaal geschenk. Deetman valt regeerakkoord aan. P&O-schepen breken veerbootstaking. Koninginnedag, eigenlijk is het één groot straatfeest voor het hele land. De officiële viering van de 50ste verjaardag van koningin Beatrix begon vanmorgen met een bezoek aan Genemuiden en Kampen. Vanmiddag kregen ze in Amsterdam een nationaal geschenk. Maar het echte hoogtepunt van de dag was de wandeling van de koningin door de Jordaan. Drie kwartier liep ze, helemaal onverwacht, tussen verbaasde en enthousiaste Amsterdammers en andere bezoekers over de Vrijmarkt. Per helikopter vloog de koninklijke familie naar Amsterdam. De koningin wilde heel graag de Vrijmarkt in de Jordaan meemaken. Verbazing en daarna grote geestdrift bij de mensen langs de kant. Sommige mensen hadden er helemaal geen erg in wie er achter hun langs voer. Tot de koningin uitstapte en aan de wandeling begon. Overrompelend, eigenlijk. Wat ik wilde zeggen, dat kwam te laat. Was het de echte niet, want de echte zit in Kampen en in Genemuiden. En aangezien wij daar wonen, geloof ik niet dat dit ze waren. Precies zoals op de tv. Ik heb gisteravond die uitzending gezien en ik ben helemaal omgeturnd eigenlijk door de manier waarop ze functioneert. En ja, ik vind het een hele mooie, moderne vrouw. Ja. En vroeger was ik niet zo koningsgezind, hoor. De koningin ging daarna naar het paleis op de Dam. Daar kreeg ze speciaal voor haar 50ste verjaardag het nationaal geschenk uit handen van premier Lubbers. Majesteit, kunst ontspant u en kunst bezielt u. Hopelijk vindt u het een fijn cadeau. En wat ons betreft, we zijn gelukkig met u. En dan mag ik u nu iets aanbieden. Het geschenk is een documentaire gemaakt door Sherry Duins. De film De Wording gaat over de kunstenaars Armando, Karel Visser, Hans van Manen, Reinbert de Leeuw en Ida Gerhardt. De koningin was er blij mee. Eigenlijk heeft u als het ware over mijn hoofd heen heel veel mensen in binnen- en buitenland een cadeau gegeven. De mogelijkheid om 5 kunstenaars, Nederlandse kunstenaars, te leren kennen. Ik geloof dat ik mij geen mooier verjaarscadeau kan voorstellen dan dit stukje Nederlandse cultuur. In het paleis op de Dam werd ook een tentoonstelling geopend van schilders die een koninklijke subsidie kregen. Voor de koningin begon de officiële viering van morgen in Genemuiden in Overijssel. Daar was letterlijk de loper uitgelegd. Een oranje lint van bijna 3 kilometer dwars door het stadje. Burgemeester Rietkerk ontving het koninklijk gezelschap. De koningin, prins Klaus en hun zoons Willem-Alexander en Constantijn. En ook prinses Margriet, de jarige Pieter van Vollenhoven, met 2 van hun zoons. Samen liepen ze naar de haven waar het publiek vermaakt werd met allerlei spelen. En door een dichte haag van mensen ging het, nog steeds over dat oranje tapijt, verder naar Kampen. Op de IJssel was een vlootschouw. Daar stapte de koningin uit
om naar allerlei oude en moderne schepen te kijken. En ook in kampen, weer duizenden mensen. Overal langs de route waren er sportdemonstraties. De koningin amuseerde zich duidelijk en had hier en daar tijd voor een praatje. In de kamper Bovenkerk zong een koor van 1200 mensen. En daar werd ook het bezoek afgesloten. De koningin is al heel wat uren weg uit Genemuiden. Maar het stadje viert nog altijd feest. Is het niet, Paulien Broekema? Ja, zoals je hoort hier achter mij met een taptoe. Vier korpsen doen eraan mee. Koninginnedag in Genemuiden, dat is Koninginnedag van 20 jaar geleden. Met jongetjes met versierde fietsjes, kinderen met hoedjes op, sjerpen. En iedereen draagt hier oranje. De voorbereidingen voor dit hele grote feest begonnen de afgelopen nacht, diep in de nacht. ...200 mannen belegden Genemuiden de afgelopen nacht met vloerbedekking... ...gemaakt door de 10 tapijtfabrieken van het stadje. 3 kilometer in de kleur van vandaag. Rond 7 uur kwamen de eerste toeschouwers al het stadje in. Nou, wel een beetje mooier. Natuurlijk niet de gewone daagse kleren. Dan ga je niet meer naar de koningin toe. Oh ja, ik hoop toch zo dat we dat goed zien kunnen, hoor, ja. Ja. Zou ze ook in een open auto komen, wat dacht hij? Ja. Zoiets maken we nooit meer mee, verzuchten velen. Ja, nou, we konden vannacht niet van slapen. Nee, we waren hier al. Delen, we waren hier van mijn malle zeumaal, stonden we hier al. Maar we hebben 2 meer gelukkig, ja. Hè? En het feest gaat hier nog even door tot 12 uur, want dan is het met de zondag in zicht in een kerkelijk stadje als Genemuiden is echt afgelopen. Dankjewel Paulien vanuit Genemuiden. Kort nieuws binnenland, vandaag ook over Koninginnedag. Koninginnedag is natuurlijk nog altijd de verjaardag van prinses Juliana. Bij Paleis Soestdijk was het bij lange na niet zo druk als jaren geleden. Toch kwamen er nog mensen die deze dag niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan. Prinses Juliana is vandaag 79 geworden. In het hele land waren er voor de viering van Koninginnedag bijzondere dingen bedacht. In Groningen was er op de Grote Markt een defilé van 60 historische legervoertuigen. Ondanks hun hoge leeftijd hadden ze al een tocht achter de wielen die vanmorgen vroeg in Hogezand begon. Voetballers in het oranje, de 4e klasseclub IFC uit IJsselstein, moest uitgerekend vandaag een inhaalwedstrijd spelen. Met oranje geverfd haar besloten de spelers. Als protest tegen de beslissing van de KNVB dat ze op deze feestdag in het veld moesten verschijnen. Koninginnedag op een zaterdag, dat was een probleem voor de middenstand. Moest de winkel vandaag open of bleef hij dicht op deze officiële feestdag? Het bleek overal verschillend te zijn. De ene winkel was, zoals hier in Hilversum, uitdrukkelijk open. Bij de andere, vlak ernaast, kon je niet terecht. Volgens de wet moest alles gesloten zijn, maar gemeenten konden per geval ontheffing verlenen. Wat ik heel vreemd bijvoorbeeld vind, dat is de warme bakker met zijn brood, die mag niet open zijn. De banketbakker mag weer wel open zijn. De regeling in het algemeen vind ik niet goed. Grootwinkelbedrijven bijvoorbeeld zorgden voor nog meer verwarring voor de klant. Sommige zaken sloten vanmiddag om 12:30, bij de ander ging de deur om 16:00 dicht. Maar met de vrijmarkt vlak in de buurt was er voor de doorsneewinkel misschien toch niet veel te verdienen geweest. De winkeliers die wel open waren konden rekenen op tevreden klanten. Je kunt Koninginnedag dus wel tijdschriften kopen. Maar... Gelukkig wel, ik ben blij dat ik hier terecht kan, dat deze winkel open is. Trouwens, in de winkels die open waren, bleef het vanmiddag opvallend rustig. Tot zover Koninginnedag 1988, het feest waarmee de 50ste verjaardag van koningin Beatrix is gevierd. Nog 1 keer koningin Beatrix, maar dan over de veerboot met die naam. Want die speelt vandaag een hoofdrol in de grimmige veerbootstaking. De koningin Beatrix is rond het middaguur gewoon vertrokken uit Hoek van Holland naar Harwich. Maar de Britse veerboot St. Nicholas van Sea Link, die samen met de stoomvaartmaatschappij Zeeland het traject Hoek van Holland-Harwich verzorgt, is niet uitgevaren. De Engelse bemanning in Harwich heeft het werk neergelegd om hun stakende collega's van de rederij P&O in Dover te steunen. Door de staking in Harwich vertrekt er vanavond dan ook geen nachtboot uit Hoek van Holland. De St. Nicholas had die dienst moeten doen.
In de studio in Londen zit verslaggever Harmen Roeland. Harmen, staking in Dover en in Harwich. Wordt er ook nog in andere havensteden gestaakt? Inderdaad, Maartje. Die staking is vandaag naar nog meer Engelse havensteden overgeslagen. Felixstowe, Folkestone en Portsmouth bijvoorbeeld. Ook zijn vandaag een paar veerdiensten naar Ierland en naar de Schotse eilanden uitgevallen. De veerdiensten over de Noordzee naar Vlissingen en Rotterdam, die waren vandaag normaal. Maar Engelsen die via het kanaal naar de vaste wal willen, naar het continent zoals ze dat zelf noemen, die moeten rekenen op urenlange vertraging en zo niet dagen wachten. Want de weinige schepen die nog wel varen zijn bijna allemaal tot zondag volgeboekt. Ja, die twee schepen die uit Schiedam kwamen, die zijn inmiddels aangekomen. Hoe is dat gegaan? Nou, van de beloofde warme ontvangst door de stakers is eigenlijk weinig terechtgekomen. De twee P&O ferries voeren vanochtend in nogal nevelig weer de haven van Dover binnen. En volgens de P&O directie is de binnenkomst van deze twee schepen de eerste stap. De rest van de vloot volgt zodra dat verantwoord is. De bemanning trok zich niets aan van hun stakende ex-collega's op de wal. Ex-collega's, want deze mensen zijn allemaal ontslagen deze week. En P&O heeft gezegd dat ze deze mensen nooit meer in dienst zal nemen. Van de zijde van de stakers veel geschreeuw en er bleef het bij. De twee veerboten liggen nu in Dover klaar om passagiers en vracht te gaan laden. En wanneer zullen ze vertrekken, Harm? Is dat al bekend? Nou, P&O wil daar niets over zeggen, maar iedereen in Dover gaat ervan uit dat de Pride of Kent en de Pride of Bruges morgen hun eerste overtocht in 3 maanden zullen gaan maken. Goed, dankjewel. Dag. Gisteravond nog barstens vol emoties, vannacht en vandaag vooral nuchterheid. De binnenschippers zijn nog steeds kwaad, maar hebben nu toch maar besloten maandag weer naar de beurs te gaan en de trossen los te gooien. Koninginnedag, maar in de Rotterdamse Waalhaven hingen op de binnenschepen de vlaggen half stok. De actieleiding heeft opgeroepen maandag weer te gaan varen. Dat is totaal in tegenspraak met het besluit dat gisteravond in de schippersbeurs werd genomen. Daar zeiden de schippers tenslotte dat ook maandag de schippersbeurzen nog geboycott moeten worden. Maar dat besluit werd genomen op een zeer chaotische vergadering. Na de vergadering kwamen zo'n 70 schippers die voorop hadden gestaan bij de actie bijeen op het actieschip De Witte Zwaan. Ze stelden vast dat er 2 tegenstrijdige moties waren aangenomen. De eerste daarvan zei maandag gewoon weer varen. Daarom besloot de actieleiding vannacht dat dan toch maar moet gebeuren. Verder staken heeft weinig zin meer, vinden ze. Ik heb vanmorgen met veel mensen gesproken. Die zeggen allemaal, de beslissing die vannacht genomen is door jullie is een goede beslissing geweest. Dus u waren het oneens met de manier waarop het gisteravond gegaan is? Door de communicatiestoornis. Daar was ik het niet mee eens. Daar was een stemming geweest en toen had het afgelopen moeten zijn. Op de Witte Zwaan kwamen vandaag veel schippers die het allemaal nog een keer zelf wilden horen. Sommige schippers zijn er niet van overtuigd dat de staking beëindigd moet worden. In Europoort zijn de bezetters verdwenen bij de duwbakken van Granaria, waar de actie om begonnen is. Maar de schippers zeggen nog steeds, als Granaria hiermee wil gaan varen, dan zullen wij dat verhinderen. Minister Deetman van Onderwijs vindt dat er niet te werken is met de afspraken die CDA en VVD 2 jaar geleden hebben gemaakt. De heer Deetman zegt dat in het dagblad Trouw van vandaag. Het regeerakkoord is onwerkbaar, zegt de minister. Daar staat in dat ministers, als ze te veel hebben uitgegeven of als er tegenvallers zijn, zelf een oplossing moeten bedenken met het geld dat ze is toebedacht. Dat is absurd, dat kun je niet eisen, je kunt niet alles voorzien, zegt de minister. Er zullen nieuwe tegenvallers komen. En daarom is de minister bepaald niet optimistisch over de toekomst van het kabinet. Ik wil graag dat het kabinet de rit uitzit, maar of het ook lukt, ik ben somber gestemd. Het blijft aanmodderen. Er is al op het interview gereageerd door fractievoorzitter De Vries, ook van het CDA, net als de minister. De Vries zegt, Deetman was het eens met het regeerakkoord en dan moet hij zich er ook aan houden. Deetmans hoofdprobleem is niet het regeerakkoord, maar het tekort op zijn begroting. In de studio de fractievoorzitter van de andere regeringspartij, de heer Voorhoeven van de VVD. Bent u het eens met de heer De Vries, meneer Voorhoeven? Ik ben het eens met de heer De Vries. Ik vind het erg onverstandig wat de heer Deetman heeft gezegd. Want hij komt daardoor in strijd met zichzelf en met het kabinet waar hij deel van uitmaakt. Ja, hij zou zich moeten houden aan het regeerakkoord, aan de afspraken die hij heeft gemaakt. Hij zegt, nou, ik vind dat er niet mee te werken is. Kun je dan toch gewoon minister blijven, vindt u? Hij heeft op basis van het regeerakkoord zijn positie als minister aanvaard. Hij heeft ook deel uitgemaakt van het kabinet en alle besluiten tot nu toe meegemaakt met het kabinet. Er geldt een principe van eenheid van regeringsbeleid. En wat hij zegt, hij noemt bijvoorbeeld de begrotingsregel dat ieder zich aan zijn begroting moet houden, noemt hij dom en absurd. Ja, dat kan echt niet. Maar hij moet gewoon zijn werk blijven doen. De VVD
vindt dat hierdoor de eenheid van het regeringsbeleid aan de orde is. En ik zal dus contact opnemen met de premier, want die is als teamleider toch de eerste aangewezene om voor de eenheid in de kabinetsploeg te zorgen. En wat gaat u de premier dan vragen of zeggen? Wat de premier hieraan denkt te doen. Het is op de eerste plaats nu een verantwoordelijkheid van het kabinet om dit probleem op te lossen. Ja, nou lijkt er een beetje op dat het een lijn is van de VVD, misschien een nieuwe lijn. Dat de VVD vindt als ministers niet helemaal doen waarvoor ze bestemd zijn, waarvoor ze een baan hebben aangenomen, nou dan moeten ze daar consequenties aan verbinden. Ik denk aan staatssecretaris Van der Linden met het paspoort. Het is nu niet zo dat u zegt, Deetman weet niet eens met alles, nou dan moet je weggaan. Men moet geen overhaaste conclusies trekken. Wij zullen ons hierover met het kabinet verstaan. Maar het is natuurlijk toch wel erg onverstandig wat de heer Deetman heeft gezegd. Maar weggaan of blijven, daarover wilt u zich niet uitspreken. Dat is nu nog niet aan de orde. Nee, dank u wel, meneer Voorhoeven. Graag gedaan. Ik kan nog vertellen dat oppositieleider Kok wil dat premier Lubbers de Tweede Kamer bij elkaar roept om hierover te praten. Een speciaal politieteam jaagt er al 2 jaar op, maar tevergeefs. Vandaag is duidelijk geworden dat valse honderdjes nog bij honderden worden uitgegeven. Hoeveel krijgt u? Dus even kijken. 8,45 alsjeblieft. Doet u dat met elk briefje van 100? Ja meneer, sinds ik een vals briefje gekregen heb, kijk ik wat elke keer na of, of het goed eruit ziet. Er begint een goede baardenmerk in staat. Inderdaad, even tegen het licht houden en het is te zien, wel of geen watermerk, echt of vals. Ook is het te voelen aan het blinde puntje, wel zichtbaar, maar het is geen voelbare punt. Vooral op dagen als deze is het voor de winkeliers, caféhouders en straatverkopers zaak goed uit te kijken, want er zijn in ons land al her en der 7500 valse honderdjes ontdekt. Maar na bijna 2 jaar onderzoek zit dat nog steeds muurvast. Nou, muurvast zit het onderzoek niet, er wordt onderzoek gedaan. En tot op heden hebben wij in Nederland meer biljetten vals aangetroffen als in 87 in totaliteit. Tot op heden echter zijn we nog niet geslaagd tot de bron door te dringen en dat is de drukkerij. En dan nog het weer met Henk van Dorp. Het was vandaag eigenlijk een hele mooie dag, Henk. Mooier dan jullie aanvankelijk dachten. Ja, inderdaad. Die bewolking loste veel meer op dan wij dachten. En daardoor werd de temperatuur zelfs op veel plaatsen in het land 20 graden. Het was laat in de middag ontstonden er buien. Vanmorgen vroeg was het nog niet zo mooi. Er was toen een bijna gesloten wolkendek boven ons land, maar dat loste in de ochtend al snel op. En dat ging zo hard dat het zelfs tegen de middag in het hele land bijna onbewolkt was. Het meest opvallende op deze beelden is de bewolking die er bij Ierland op komt zetten. Die enorme spiraal van bewolking komt langzaam in onze richting. Morgenochtend zal die ongeveer ons land bereiken. Het laatste beeld is van vanavond 6:30. In dit gebied dat lichten we eruit op de zwart-wit foto. We zien daarbij hier die grote krul met bewolking, net bij Londen. Het lage drukgebied komt naar het noordoosten. En dat betekent voor ons dat we na morgen steeds meer bewolking zullen krijgen en ook een toenemende regenkans. Vanavond vallen er nog in ons land een paar buien. Het wordt heel snel minder, temperatuur ongeveer 8 graden. Morgen zal er vooral in het westen van het land al veel bewolking zitten, maar in het oosten is eerst nog zon. In de loop van de dag trekt die bewolking verder het land op en kan ook die buienkans toenemen. De temperatuur wordt ongeveer 17 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke tot zuidoostelijke wind. Dat was het 8 uur journaal van vandaag. Goedenavond.